En dat is bang en durf. Nou, we hebben hier zo briefjes gedaan. En dan hebben we overgeschreven durf en bang. En jullie hebben misschien hebben jullie het al door dat we nu op dit matras staan hieronder ons. En kijk, dan gaan we allemaal stunten op dit matras doen. En dan kan je hier vanaf springen. En je kan ook hier zo gaan een salto van maken. En dan kan je hier zo staan. En dan ga je zo... Woehoe! Oké, dat was best wel raar. Oké, maar als we dan gaan springen, dan zet ik hem even op een handige plek. Maar ik weet nog niet even waar. Is dit een goede plek? Ja. Maar dan gaan we straks beginnen en we gaan eerst nog even mijn kamer rondleiden, want jullie hebben natuurlijk alleen nog maar de grabbelbennen gezien en in mijn kamer en misschien ook nog wel de LOL ding hier zo in het huis, maar spreekt niet bij. Maar dan ga ik jullie nu even de kamer laten zien. Kom dit. Oké. Hier zo is mijn verstopboekje. Heb Turbo vannacht even verstopt. Ja, daar. En hier zo gaan we de dingen. Kijk, bang en durf. En dan gaan we. Hier zo is mijn spiegel. Hoi. En daar kijk ik eigenlijk elke ochtend in. Dit is mijn kledingkast. Knuffelhoek. En hieronder zit een geheim tunneltje. Nou. Er zit voor de rest niks. Nou, dat was eigenlijk. Oh. Nee, de kamer, daar is de deur op dit. Hoi. Oké. Oh ja, en dan laat ik ook nog mijn speelkamer zien. Ik hoop dat ik hier heb. Kom dit. Ik wacht hier wel. Oké. Oké, en dan is dit mijn tweede kamer. Ja, dit is nou eigenlijk mijn tweede kamer. Dit bed kan hier zo uitschuiven. Oké, nou, ik krijg hem even niet. Dus dan ga ik nu beginnen en we gaan nu. Kom maar dit. Wacht heel eventjes. Oké, we zijn er weer. Ja, oké. We hebben even een plannetje. Misschien hoorden jullie het. Dit kan hard fluisteren. Ja, ja, ja. Oké, wie gaat beginnen met springen? Ik? Waar ga je af? Ik ga van iets. Ik ga van dit af. Zie je jezelf? Ik zet mijn boeken even goed neer. Ze zijn net omgevallen. Kijk, ik ben dol op paardjes. Ik lees een leuke paardenboek. En het is super saai. Want er zitten alleen maar dingen in die ik al wist. Maar we gaan niet van dit hoogste, want je kan ervan passeren. Volgens nog, als je misschien 4 jaar of 5 jaar bent, doe dit niet thuis. Dan, als je 4 of 5 jaar bent. Want dan kan je echt een hele, ja, dan kan je echt heel erg raar gaan vallen. Maar als je echt een stuntpiloot bent van je 5e, mag het misschien. Maar je moet het eerst aan je ouders vragen. Nou, wij mogen. Dus vraag toestemming aan je ouders. Als je 5 bent. Maar ik doe het gewoon. Ja, het is gelukt. Ga ik bij durf, zet ik een 1 streepje. Oké, dan ga ik nu Brit filmen. Dit wordt lachen. Want ik mocht deze keer uitkiezen. Nu mag ik Brit uitkiezen. De volgende keer. Ja, maar uitkiezen met waar je op gaat. Dus dan ga je straks uitkiezen waar ik op mag. Ja. Oké. Hens gaat springen. Ze maakte een draaisprong. Doe dit niet als je 5 bent. Dan doe dat maar niet. Dus Brit zet er ook eentje bij durf. Kijk, een 1. Ik heb ook een 1. Oké, maar dan Brit. Ja.
Gaan we... Ja. Zet hem even op pauze. Brit, kiezen wat jij gaat doen. Oké, we zijn eruit. Brit gaat uitkiezen wat ik ga doen. Wat ga ik doen? Je gaat... Ja? Oké. Tot zo, jongens. We gaan heel eventjes eten. Oké. Tot zo. Oké. We zijn er weer. We zijn er weer. We hebben net even gezeten. Nou, Britt heeft alleen even gedronken. Ja, want ik had geen trek. Maar... Zou ik mijn blote buik laten zien? Nee, dat ga ik niet. Kijk, dit is Britt's blote buik. Het is... Mijn blote buik. Wat nog? Dan ga ik nu even en daarna jij. Goed. Wacht, heel even. Zeg dat maar. Oh, en we zijn ook nog zusjes. Dat zie je heel erg aan ons haar. Als iemand ons kent. We zijn op school. Alleen. We doen alsof we geen zusjes zijn. Maar we zijn wel zusjes. Hou dat in je hoofd. En. Nu gaat Britt een stunt voor mij uitkiezen. Nou, en Britt, wat wordt het? Jij gaat springen met open benen. Kijk. Even uitzetten. Oké, en we gaan weer verder. Ja. Okay, zet het zelf. En ik weet wat. Mezelf. Ik weet wat ik nu ga doen. Oké. Het is durf. Alleen, het maakt niet uit of je zo valt. Oké. En nu is Lin. Ik doe hem heel even pauze. Ja. Doei doei. Wel even wachten, hè. Oké, jongens. En we gaan weer door. Ik ga dit nu filmen. Hier, kijk hè. Oké. En dan gaat ze. Go. Het is er gelukt. Nou. We hebben al 2 durf. We doen er nog 3. Nee. Nog 1. Allebei. Nog 1 keer. Ik ben er zo benieuwd. Want ik ben nu aan de beurt en dan mag Brit iets uitkiezen. Hier, ik doe even mijn beschermings. Hier, hou even vast. Ik doe even mijn beschermingsarmbandje om. Omdat ik dan niet pijn ga krijgen. Want je kan het... Hou even vast. Ik moet eerst een truc krijgen. En we gaan weer verder. Ik zat hier even verstopt. Op mijn matras eruit. Want dat is dit matras. Breed veel matras. Matras. Ja, matras. Oké, dan ga je springen. Ik weet wat ik moet doen. Woehoe. Dat mag. Ga zitten. Dat mag. Dat mag hoor. Dat mag. Ja, want... En... Tot de volgende! Nee! Britt moet ook nog 1 keer gaan. Dus gaan we staan. Oké. Okay. Oh, dat zeg ik. Oké. Jongens, ik heb het licht eruit gedaan. Nee, ik kwam even omdat ik het leuk vond om Britt een beetje bang te maken. Ja, ik ben bang in het donker. Hey, zet hem heel eventjes op pauze. Oké, jongens, we zijn weer verder. Britt is er klaar voor, ze weet het kunstje. Oké, go in! Kijk, ze hebben het perfect gedaan. Oké, we gaan nog straks even door. Ik zet hem weer over. Nee, doof je niet, alsjeblieft! Doof je niet, alsjeblieft! Oké, jongens, dit was het einde van het hele ding. Doei!